Dit report gaat over de oude synagoge van Leeuwarden. Het is een oude Joodse kerk, maar al sinds 1964 wordt zij hier niet meer voor gebruikt. Het is nu een dansschool/cultureel centrum. In de tijd dat de synagoge nog in gebruik was, woonden er aardig wat Joodse mensen in die buurt. Er was in de buurt ook een Joodse begraafplaats, wat overigens het centrum van de Joodse buurt was. Er waren ook een Joods bejaardentehuis, een Joods armenhuis, een Joods badhuis en een Joodse school genaamd de Dusnus School. De oude synagoge van Leeuwarden komt uit 1805. Het was een vervanging van een eerdere synagoge uit 1755. In 1865 werd deze uitgebreid. Zowel de oude als de nieuwe synagoge stonden aan de Sacramentstraat. Zoals bij de meeste synagoges is er ook in deze een vrouwen- en een mannenafdeling. De vrouwenafdeling is een balkon wat rondom de hele zaal zit. In de balustrade rondom het balkon zie je als het goed is ook jodensterren zitten. In de hele ruimte, dus onder en boven, passen zo'n 500 mensen. 200 vrouwen op het balkon en 300 mannen op de benedenverdieping. Een bijzonder object in de synagoge is de megalamp. Het zijn allemaal spaarlampjes en ze hangen allemaal op verschillende hoogtes. Als je rechtonder gaat liggen, zie je dat het een jodenster vormt. Hij is ontworpen door Abe Bonema. Abe Bonema was een bekende Nederlands architect. Hij heeft onder andere bekende gebouwen zoals de Delftse Poort in Rotterdam, het Boek in Amsterdam en de Achmea-toren in Leeuwarden ontworpen. Omdat het nu een danscentrum is de synagoge natuurlijk helemaal gerenoveerd. Er zitten nu spiegels in, een bar en een toilet. Maar de elementen van toen zie je nog steeds goed terug. En dat gaf en geeft het gebouw van binnen naar buiten karakter. Zo zitten er mooie boogramen bovenin de voor- en achterkant. En zitten er grote, hoge, statige deuren aan de voorkant. Dit was een report over de oude Joodse synagoge van Leeuwarden. Ik hoop dat jullie het interessant vonden.